Yo boys, we zijn er weer. We zijn er weer. Een reageervideootje, natuurlijk. Want we zitten op de grind, boys. Elke dag. Oké, om de dag. Om de dag weer een video. Heb je er zin in? Doe eens. Smash die like button. Broer, wat gebeurt hier allemaal? Kinderen, bro. Altijd op die telefoontjes, hè. Altijd op die telefoontjes. Het kan ook nooit eventjes gewoon normaal. Het is altijd achter dat beeldscherm, joh. Hè? Jullie ook trouwens. What the fuck doe je hier eigenlijk, man? What the fuck? Wow. Imagine dat je gewoon zoveel rookt dat je uiteindelijk gewoon moet gaan. Oké, soms heb je wel eventjes dat je gewoon inderdaad gewoon oprecht even nadenkt. Of je echt iets fucking doms. Maar dat, boys, dat hebben we allemaal. Swimming. High jump. Boxing! Oh my god. Jongens, ik had dus ook zo'n video gezien van die Australische breakdance chick dat ze echt helemaal depressief was. En dat ze fucking veel haat kreeg. Shit. En dat ze echt heel hard... Boys, vergeet niet te abonneren! Maar 50% van iedereen die mijn video's kijkt is geabonneerd. Dus heb je nog niet geabonneerd, abonneer nu! Wat? Oh. Wow, dat is different, man. Dat is oprecht different. Wow, stikdrift, jongen. Dat doet pijn. Stikdrift doet oprecht zo pijn. Excuse me. I would like to have some more ketchup, please. Of course, sir. Wait a little bit more. Niet dat hij gaat niet eten, toch? Nee, ja. Oh. Wow. This is delicious. Wow. Boys, nu moet je niet gaan zeggen dat ik dit ben of zo. Nu moet je niet hier in die chat gaan komen en doen alsof ik dit ben. What the fuck zit er aan mijn stoel, maat? The fuck is dit? This is my ice bucket challenge. Thanks, John, for nominating me. I nominate Sarah Fisher. Sorry, Sarah. Ruth, I think you've already been nominated, but I'll help you at the weekend. And I also nominate Karen and John Perrin. Right, go. Bro, hoe de fuck beginnen die kinderen te janken? Er kwam echt een klein spettertje op dat kind en hij is begon te janken. En toen ook die kerel daarnaast toch, joh. Dit is echt, dit moet veruit de meest gefaalde ice bucket challenge ooit zijn. Oh ja, ze zijn nou. Oké, dit is dus. Ik durf niet meer op een motor gaan. Oh, dit was een fucking leuke video, ouwe. What the fuck? Bro, hey, boys, je kan niet zeggen dat dit geen leuke video was. Hoe de tering krijg je dit voor elkaar? Ik vind het wel leuk. Oh, kut, je ziet echt dat ik me ken.
Ik vind het wel leuk hoe je haar hier zo in dat raam ziet staan. Nou, oké, dat was ook weer heel grappig. Ai bro, nu ben ik er wel klaar mee, man. What the fuck zie ik nou weer, bro? What the fuck, bro? Ik ben één video verder en what the fuck... Bro, ik kijk weer de verkeerde kant op, blijkbaar. Ik kijk weer de verkeerde kant op, man. Waar de fuck was die gast dan? Het is soms zo lastig om te readen. Waar stond... Oh, god. Dat is wel echt vervelend, man. Wat? Bro, wacht, what the fuck, boys. Is it a red flag or a green flag? Red flag, it's gross. Bro, that person immediately. Dat is fucking racistisch. Kom weer naar mijn jeugd, papa, hier het je van persoon. Wacht, bro, dat is wat? Dat is ook. Boys, heeft iemand ooit hierin proberen te plassen? Gewoon oprecht even benieuwd. Niet dat ik het heb gedaan, hè? Bro, waarom heb ik dit ding ook om, trouwens? Waar komt dit ding ook vandaan? Bro. After 761 brutal days, that little rascal Anne Frank was sadly and finally caught by the Germans. But if only she used our sponsor ExpressVPN, they wouldn't... Bro, dat is echt letterlijk de gaarste tering marketing trick die ik ooit in mijn leven heb gezien. Dit is echt... Dat is echt gewoon crazy, bro. Oké, what the fuck? Ik zou zeggen dat het niet mag, maar dat is wel een beetje apart dat hij daar gewoon vliegt, bro. Back it up, bro. You're starting to burn my skin. I said back up, bro. It's burning me. Bro. What the fuck is dit? Broer, waarom vliegt hij? Hij dacht het is Rocket League of zo, bro, maar zijn boost was op, denk ik. Hoe begint hij ineens te vliegen? I told my followers to ask me anything. Here's what they asked me. Who was your first love and why? That's a great question, I'm autistic. His name is George. I was with him for 50 something years. However, the ops got him. Quick cough break. Cough on my toes. And you recreate the Drake video. What does that even mean? What were the dinosaurs like? Oh my, actually very chill. Life like living in Scotland. What? Bro. Can you tell me any of your memories? I have wonderful memories from... I have no memories. They were raped by the elite in 2007. Are you Jamaican? Jamaican rice and beans. Does he love me back? Probably not. Swap phones now. What's it like having a big... Bro, dit is zo vreemd. Wat, wow, wat? Dit is echt letterlijk de meest hippe oma die ik ooit in mijn leven heb gezien, volgens mij. Sigma's, bedankt voor het kijken naar deze video. Vergeet niet te liken, abonneer, koop je muismatten en toetsenborden op skeptrick.nl. En dan zie je de volgende video weer. Oi, 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 oi.